I want to break free. Verder, naar links! Ja, ja, ja. Links! Ja. Drie sterren gaan de strijd aan om Olympische sporten uit te proberen, waarbij een sterke start van enorm belang is. Ze worden getraind door Olympische legendes, met in deze aflevering Kimberly Honders en Mark Neleman. Dit zijn de starters. We beginnen deze ochtend weer aan de bar van chef-kok Erik. Want ook voor de laatste uitdaging hebben de starters een goed ontbijt nodig. Als winnaar van de vorige uitdaging heeft Tim wederom de gouden wissel ontbijtkom gewonnen. Zo, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik, dit ziet er weer fantastisch uit. Wat hebben we vandaag erop? We hebben vandaag een Beijing-stijl varkje. Mm. Er zitten namelijk Chinese nasi-peren op. Okay. Die smaken als meloenen en zijn knapperig als appels. Heerlijk. Super, dankjewel. Goede start van de dag. Dag drie, jongens. Ja. Echt drie maal scheepsrecht. Hè? Ik wil ook een keer die gouden bokaal vasthouden. Je eet niet elke ochtend, lijkt me, uit zo'n gouden kom, toch? Nee, nee. Hoe begin jij eigenlijk de dag? Normaal gesproken sta ik een uurtje of 7:30 op. En dan maak ik mijn zoon wakker en dan breng ik mijn zoon naar school. En als ik iets belangrijks moet doen of zo, nou, niet zie, ga ik nog even sporten. En merk jij ook als acteur dat er echt een verschil zit in hoe je fysiek of met voeding je dag begint? Zeker. Ik ben een keer 15 kilo aangekomen voor een rol. Is er niet meer afgegaan of wel? Dus is wel afgegaan. Maar fit zijn daarentegen, gewoon wat je doet voor je psyche en alles, dat is zo lekker gewoon. En ik merk wel sindsdien dat ik het wel veel belangrijker vind om echt fit te blijven. En jongens, over sporten gesproken, ik ben wel heel benieuwd wat we vandaag gaan doen. Zullen we gaan kijken? Ja. Zeker. Okay. Tromgeroffel jongens. We gaan. Curling! Nee, die curling. Curling is cool. Okay. Ja, dat is goed. Ik heb ooit echt bij de Olympische Spelen finale dames curling heb ik gewoon gehuild. Die ontlading die daar vrij kwam bij die meiden. En na een goed ontbijt vertrekken de starters naar de curlingbaan. Waar Nederlandse curling-iconen Kimberly Honders en Mark Neleman hen zullen klaarstomen voor de start. Oh, zo, je ziet echt dat ze helemaal uitstrekken. Volgens mij gaat ze braken. Gaat ze braken, Netjes hoor. Hey, ja, wij klappen wel, maar moet dat eigenlijk wel? Moet je hem raken of moet je hem helemaal niet raken? Dat kan Welkom starters! Welkom curlingbaan zit er meer. Dankjewel. Ja, dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja. We gaan focussen op de start vandaag. Die is erg belangrijk. Want alles wat we bij de start misdoen, dat gaat aan de overkant nog veel meer mis. 1 centimeter hier is zo'n 1/2 meter tot 1 meter aan de overkant. En die extra meter kunnen onze starters goed gebruiken. Want de speler die de steen het dichtst in het midden van het huis schuift, wint de wedstrijd. En belangrijk dat jullie een beetje lenig zijn. Dus we gaan beginnen met een yoga-sessie. Okay. Yoga. Okay. Yoga. Tja, wanneer je denkt te gaan curlen, maar ineens een yoga-sessie krijgt, moet je wel flexibel zijn. We gaan onze knie naar de grond brengen en onze voet neerleggen. Yes. Helemaal goed. Leuke trainers. Super enthousiast. Je voelt in alles dat ze het leuk vinden in de sport zelf. En voordat jullie kunnen beginnen hebben jullie een gladde zool nodig. Dat is een laag teflon. Dat maakt het ijs straks nog gladder dan dat het daadwerkelijk is. Goed zo. Oh, mooi. Kijk, lekker dood. Ja, het is super glad. Het voelt hetzelfde als schaatsen, maar dan zonder grip. Zeker. Moeilijk. En waar geldt die rode lijn voor? Die rode lijn heeft twee functies. Vanaf deze kant moet je voor die rode lijn de steen losgelaten hebben. En aan de overkant moet die steen voorbij die rode lijn zijn om weer in het spel te zijn. Het gaat dus eigenlijk best wel heel erg goed. Ik kan heel goed gewoon mikken, ik kan heel goed gooien. Alleen de snelheid inschatten. Dat is echt nog wel even fine-tunen. En ja, Do, als dat niet goed gaat, dan moet er geveegd worden. Kimberly legt het even uit. Wat er gebeurt is dat je de toplaag van die groep opwarmt, krijgt een aquaplanning en daardoor glijdt die steen langer door. Het vriest ook gelijk weer aan, dus je ziet het niet, het wordt niet een plas of zo. Je ziet ze altijd, weet je, vegen en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, wat voor invloed heeft dat nou? Wat is het verschil tussen Olympisch zilver of Olympisch goud? I want to break free. I want to break free. Wil je dat die steen een bochtje naar rechts maakt met de klok meedraaien? God knows. Links! Verder! Oh. Dit gaat goed komen. Het Campina-team. Precies. Het Campina-team inderdaad. Want deze uitdaging krijgt een verrassende wending. Zeker. Wij gaan jullie uitdagen. Echt? Ja, echt. Jullie tegen ons. Ja. Ja. Maar wij zijn met 3, is dat niet oneerlijk? Ja, we hebben een klein voordeel. Jullie zijn met 3. Dus jullie hebben 3 stenen om te gooien, wij 2. Dat betekent dat jullie gaan beginnen zo dadelijk, maar ook gaan eindigen. En die laatste steen, dat heet de hammer in het curlen. Okay. Dat is een heel groot voordeel. Dan kan je als laatste nog wat veranderen aan de situatie. Hebben jullie er zin in? Yes. Zeker. Nou, succes! Dan gaan we ervoor, jongens. Succes, hè? En hij is los.
ieder geval genoeg concentratie. Ja, het ziet er wel een beetje hard uit. Lijkt me hard. Doe en ik veeg. En ik denk, oh nee, toch wel stoppen, want hij ging te hard. Nee, die is te hard. Ja, lekker. Een beetje stoppen. Klein beetje stoppen. Keurig. Ja goed, dan mag je. En toen ging ik te hard. Dus dat geeft ons ruimte. Succes, hè. Pas op. Rechts, links. Ziet er goed uit. Geef iets hard zo. Kijk. Lijn is perfect, alleen lengte. Dan wacht ik. 6,5. 6,5. Moeten wij ook. Go, get it in. Netjes hoor. Oké, goed gedaan. Die tik ik wel even weg. Dus 6,5. Ik zag Tim dus al een beetje te hard gooien. Toen dacht ik van dan doe ik het ietsje zachter. Goeie start. Ziet er goed uit. Misschien wel een beetje zachter. Vegen. 6,5. Go. Maar dat was dus te zacht. Ja. En dat brengt ons alweer bij de laatste worp voor Kimberly en Mark. 7. Hij is een beetje hard, maar ruim backline. Dat was ook een lekkere sliding. Backline! Niks doen dan. Backline! 6,8 of zo. Kijk ze gewoon weer in de ring. Niet goed. Kijk. Nee, ik leg hem aan de zijkant in het huis. Dus 2 punten staan we voor. Ja. Dus dat is best lekker. Hij ligt er perfect voor. Nu moet het gebeuren, hè? Ja. Het is natuurlijk altijd best wel spannend als alles op jouw schouders rust. En dat was in mijn geval aan de hand. Ik moest de laatste worp doen. Dat noemen ze dan de hammer. Ja, die kan alles nog goed maken. Ik zou vegen! Dit is hem. Dus ze laat hem los. Ik denk van ik kan nog best wel een goede worp. Ja, hard, vegen, mannen! Vegen erin! Zeker! Nice! Goed gedaan! Dat is goed geveegd, mannen! Goed geveegd! En wonder boven wonder, jongens! Woehoe. In de cirkel. Super lachen. Dat is natuurlijk onwijs veel geluk. We mogen de beste winnen. En wij waren dat. Lekker! Goed gedaan hoor jongens, gefeliciteerd! Dankjewel. Ja, goede leraar hè? Ja. En toch even snel gefixt gewoon voor ons. Nou, heel goed gedaan jongens, we hebben verloren. Gefeliciteerd. Gewoon ikzelf maar zo, 6,5 backline. Precies, dan ben je er. Ja. En Do, ik kan niks anders zeggen, de winnende worp. Ja. Dus dan kunnen we nog een commentaar. Lekker! Mag ik jou dan ook overhandigen? De gouden ontbijt. Kijk, lekker. Gefeliciteerd. Lekker opeten. Ik ben heel benieuwd, je hebt het al gehad. Onze helden hebben weer veel geleerd over het belang van een sterke start. Met Do als winnares van deze uitdaging. En met deze derde uitdaging zijn we alweer aan het einde van dit seizoen. Heb je nog niet alles gezien? Kijk dan de afleveringen met Nicolien Sauerbrei en Sees Juffermans. Doei! Doei!